Hey! Let's go! Bet! Yo, once again I'm back around. Real shit back in style. Haters reconcile. I'm so black and proud. First class tickets now. Feet all in the eye. Everybody looking. Pieter, de oude Kruisberg, de oude Kruiskes, die heeft een. Je hebt ervan zelf gezegd dat hij een heel belangrijke rol heeft in de huidige Ronde van Vlaanderen. Waarom is dat? Enerzijds, je komt van Koppenberg-Taienberg, 240 kilometer denk ik. En de Kruisberg, we hebben hem gedaan. Het is zo, ja. Je bent bezig al met de Quarmont-Patersberg. En bovenop de kruis heb je echt een stuk nog op de grote weg, dan links de Noton. En wie daar sterk is, kan, is een mooi stuk om het verschil te maken. Allee, het is een opeenvolging van om de 5 à 10 kilometer kasseistrook, helling, het wringen om iedere keer opdraaien. We hebben al een paar keer gezegd, hier moet je zeker bij de eerste drie dan kunnen demareren. Dus het is iedere keer. Dat kop komt iedere keer. En iedere keer dat je daar zit, is dat goed. Gebeurt er iets, kun je anticiperen. Doe zelf iets. Maar zit eenmaal in een verloren positie. En je hebt rap 20, 30 seconden verliezen. Nooit echt jouw favoriete helling geweest, hè? Die oude Kruisjes, die Kruisberg? Ik heb weinig, omdat toen de Kruisjes een andere rol vroeger had, was, een andere of in een andere. Een paar keer in Harelbeek ook, toen wel, maar dan rijd je echt naar de Quarmont, dan kom je boven rijden zo zeker naar beneden, naar de Quarmont. Maar nu zit je wel, je zit na de Koppenberg, na de Taienberg, achter 240, ik heb het al gezegd, zijn er veel die neer gaan zitten en zijn er bij die nog kunnen rechtstaan om op die pedalen volle gas te geven. En het is niet veel, maar kan veel zijn en het resultaat. Wielerstad Rondse, Peter. Hier parallel ligt de nieuwe Kruisberg. Hier begint de oude Kruisberg, de oude Kruiskes. 1800 meter als je daar al van wat verder begint, wat dieper naar Rondse toe. Eerst een stuk vervelend oplopend asfalt, maar hier begint die kasseien. Ja, het is 2 kilometer. Hè. De meeste hellingen zijn maar 500 kilometer en meter, 2 kilometer, ja. Maar de kasseien liggen hier ook niet echt er mooi bij, hobbelig. En het einde van de weg op de grote baan terug op de nieuwe kruis is heel lastig daar. Ik hoor het al, het is een die je niet graag doet. Je bent te pakken vandaag. Ja, hè. Het voordeel is, je kunt hier wel op grote plateau bovenrijden. In mijn jongere tijd. Ah, oké, een jongere tijd altijd erbij zijn. Goed, we gaan proberen. Oké. Okay. Once again, here we go. Know the name, know the flow. Turn me up a little more. I'm setting traps, I'm alone. You know you whack, I'm a maniac. Well, you know I'm black to the bone. Pick a place, nigga, pick a date. I go Goku, pick a low. Thought you was good, huh? Take you out back, drag you through the woods, huh? Thought I was weak, huh? You ain't see the work I put in all week, huh? Give me that, where the city at? Nitty gritty, this ain't gonna be pretty, Jack. Not afraid, get up out the way. Y'all used to hate, look at what you made. When it all goes down, I'ma run this town. Fire in my soul, got my eyes on the ground. I can't help myself lately, can't turn myself down. I'm in love with you, baby, but I let you down. I can't die in this town, I won't die in this town. De oude Kruiskens, die kasseien liggen er niet zo voortreffelijk bij, vind ik. Het bolt niet super. Het is een vrij brede baan. Een brede baan, ja. En plus hier in de Ronde van Vlaanderen moet je toch rekenen na 240, 250 kilometer. In de huidige ronde, inderdaad. In de huidige ronde is dat een hele zware, hè, want de aanloop is lang. En de kassein, zoals gezegd, ja. Als je deze helling los bekijkt, gewoon op zich, hoeveel sterren dan? Los op zich? Zou ik
3, 4, 3, 3,5. 3, dat wil zeggen 3. Ja. En Ronde van Vlaanderen? En de huidige Ronde van Vlaanderen? 4 zeker. Dan zetten we het op 4. Oude Kruiskes op 4 sterren.